druk op school? Ik heb veel zin in. Oké. Dans maar mee. Tot dinsdag. Wat vind je dat, jongen? Nee, je hoofd even. Komt het je erbij? Wat is dat, Loes? Wat zou dit zijn? Schuif ze erin. Ja! Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... familievloggers. Ik sta alweer de boterhammen te smeren. Kinderen gaan zo weer naar school toe. Luxie gaat ook naar het kinderdagverblijf, want het is weer donderdag. En donderdag is het tijd voor Daniel en mij om samen even ons terug te trekken in de sauna. Om even zen te worden. Ja, zoiets. Lekker samen in de sauna terug te trekken, terwijl de kinderen lekker naar school gaan. Luxie zit natuurlijk weer op de tafel. Moezel en Pip zitten er ook gezellig bij. Ja, dat heeft Luxie zelf uitgezocht, hè. Ja, dat is zelf uitgezocht. Oh, ja, ja, kom. Met mijn hand. Ga maar weer even in je stoel zitten. Ga maar weer even in je stoel zitten. Rijden? Nee? Wil je bij papa zitten? Ja, nou, ga eens even bij papa zitten. 1, 2. Bij papa zitten. Heel mooi. Nou, die heeft ze zelf uitgezocht. Ja. Ze zelf aangegeven. Vooral de rits was heel interessant. Ja? En Pipje. Hey, Pipje ook lekker geslapen. Pip zit er ook weer lekker bij, hè, Pippi? Ja, een woezeltje. Och, ja. Och, hondjes toch. Nou, heel veel plezier op school, kinderen. En straks, wat gaan we straks doen na school? We gaan weer naar dansschool om weer te oefenen. En gaan we kijken of we het goed kunnen. Ja, hartstikke leuk. Dus, we zien jullie straks weer, hè? Tot vanmiddag. Doei! 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 Dag! Mama, we moeten de vogelgroepjes voeren. Wij zijn aangekomen bij de sauna. Wij trekken ons even terug en we zien jullie zo meteen weer. Tot vanmiddag. En wij zijn weer terug van de sauna. We zijn weer lekker in ons huisje. Daniel die laat even de honden uit voordat we zo weer de kids van school ophalen. En daarna gaan we weer door naar Div Dance Center, de dansschool waar wij het liedje van Luan, zijn videoclip van Cowboy, weer gaan leren. We hebben daar 4 dansmeiden voor degene die de video's van de afgelopen tijd niet heeft teruggezien. We hebben 4 hele leuke dansmeiden die de achtergronddans doen op het nieuwe liedje van Luan, het Cowboy liedje. Waarmee we binnenkort ook de videoclip gaan opnemen. En Claudia, de danseres van de dansschool, heeft een superleuke choreografie. Ik hoop dat ik het goed uitspreek nu, Claudia. hele leuke choreografie bedacht. En die heeft ze 2 jaar geleden al aan ons geleerd. En aan de 4 meiden geleerd. We hebben nog een klein beetje geoefend thuis. Maar het moet nog wel even goed aangepoot worden om het goed te leren voor de kinderen. Luan en Lucilla hebben sowieso nog nooit echt zo gedanst op deze manier. De meiden zelf wel. De meiden zelf die zitten op hiphop. En hun zitten in een dansgroep die ook regelmatig wedstrijden doet en optredens doet. Dus hun zijn al best wel goed in het hiphoppen en het dansen. En het pasjes in je hoofd onthouden. En dat dan doen. En ja, de bounce en de flow zitten bij hun echt lekker in. Alleen ja, Luan en Lucilla die is het gewoon compleet nieuw voor. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de eerste repetitie die we hebben gehad zag er echt al heel erg goed uit. En zag je ook echt bij Luan en zelfs ook bij Lucilla dat ze echt wel begrepen welk pasje erna kwam. Of het echt helemaal strak en goed eruit zag. Ja, dat is natuurlijk altijd nog heel even in het begin vaak oefenen. Omdat meiden achter hun, die achter hun dansen, die kunnen natuurlijk al wel heel goed. Vandaar dat wij nu weer naar de dansschool gaan om weer het dansje goed te gaan oefenen. Zodat ook Luan en Lucilla lekker de flow erin krijgen. Ik ga zelf ook meedoen met het dansje leren. Omdat ik gewoon ook zelf wil weten hoe het dansje gaat. Het is niet al te moeilijk dansje. Vooral het refrein is niet al te moeilijk. Omdat we het heel erg leuk vinden dat straks ook gewoon iedereen die meekijkt met de videoclippen helemaal lekker uit zijn dak kan gaan. En ook dat dansje mee kan dansen. En dat het gewoon eigenlijk een dansje wordt van ons allemaal weer. Dat is een beetje het idee erachter. Dus we gaan nu eerst even naar de dansschool. Nee, eerst naar de school toe. Luan en Lucilla ophalen. En Luxie ophalen van het kinderdagverblijf. Die heeft daar weer lekker gespeeld. Dan gaan we lekker weer op door naar de dansschool. Zie je bij ons allemaal in de buurt. En dan gaan we de 4 meiden weer zien. En Claudia, de dansjuffrouw, weer zien. Om weer te gaan repeteren voor het cowboydansje. En ik ben weer terug van Moeslim Pipperlade. Dat was even lekkere pupjes. Ja, wel een beetje nat buiten. Maar wij gaan even met de kindjes het cowboydansje oefenen. En dan komen we weer terug. Moeder met een stofzuiger naar huis. Zullen we de kindjes gaan halen? Ja, het is tijd. Kom
Lopen. En daar was Luxie. Hey, hallo, hallo Luxie. Ja, kijk, ze doet de papa weer. Ja, met Bob. Luan en Lucilla ophalen. Hm? Daar zijn we weer. Wat? Hier hebben we Luxie. Ziet Lucilla nou echt rot? Ja, het is wel een beetje gek. Kijk, daar hebben we Luan weer. Hallo Luan. Hoi. En daar hebben we Lucilla weer. Was het leuk op school? En de roze lippen. Je hebt een roze lipje. Mama is een lippenstift gevonden in de achterkant, in de achterbak. Oh ja. Nou, we gaan weer lekker dansen. Ben jij er ook weer klaar voor? Ja. Ja? Want jij bent ook wel echt een dansmarieke natuurlijk. Kijk even de auto. Ja. Zo, heeft de muziek hard staan, hoor je dat? Disco-auto. Dat was een disco-auto. Ja. Nou, Luxie gaat ook mee. Luxie ook met de pop. Die heeft de pop mee. En dan gaan we weer een dansje oefenen. Ik moet zelf lopen. Oh, ja, ga maar zelf lopen. Ze is al veel te groot om te dragen. Hm? Ja. Ja. Nou, daar gaan we weer. Ik ben net van school. En ik ga nu naar de dansschool en ik heb weer super veel zin in. Gaan de meisjes ook weer mee dansen? Ja. Ja, hè? Hop naar de dansschool. En daar moeten we zijn met de pop in mijn hand. Zo. So, daar zijn we weer. Kijk even het opstapje. Hier struikelde we niet over, maar nu niet. Hier is het lekker droog. Nou, ze zijn al flink in het oefenen, Luan. Zie je dat, jongen? Hey, hallo meiden. High five. Wat ging dat goed, hè? Wat ging dat super goed. Ze hebben echt goed geoefend. Ja, dan gaan we ook nog met z'n allen oefenen, hè? Ja, Luan, ook nog de high five. Ja. Daar moet ik zien. Dans maar mee, dat is Luxie, dans mee. Dans maar mee. 7, 8, rond, paardje, rond. Doe maar naar, maar de voetjes. Ja, sorry. Kom maar, 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 kom ma
heel snel, hè? Auw! Zo leer je het wel, hoor. Stapje voor stapje, hè? Dat past in die handen, hè? Danstraining van hun eigen hip-hop wedstrijd die ze dit weekend hebben, dus die gaan nu trainen. Dat geeft Claudia even de gelegenheid om even extra aandacht te geven aan Luan, zodat het even goed alles onder de knie kan krijgen. Hey, jongen, dat is wel even lekker, hè? Ja. Heb je nou even Claudia even lekker voor jezelf, hè? Ja, oké, okay, ja, dat kan. Ja, ja, ja. En Lucilla eet even lekker een krentenbolletje. En Luxie heeft een lekker krekkertje. Hey, dat is leuk, Luxie had de ballen al gevonden net, zag ik. Hè? Gaan ze weer dansen? Gaan ze weer dansen? In het begin doe je echt heel tof deze. Dan ga je zo mee in ons wedstrijd doen. Dan gaan we pauzen. Even kijken. En dan moet je overstappen met het rechterbeen. Open. Dan moet je benen lekker bij. Doe maar. Ja? Ja, heel goed. Zullen we die even achter elkaar plakken? Ja. Zet vanaf het begin dan. Benen gesloten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let op, stap open met rechts naar rechts. Rechts, links en sluit, 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 sluit. Rechts, links, sluit. Ja. Voel je dat? Want dan zit je in de flow. En dan kan je beneden. Ja. Hier nog een pakje zitten. Vanaf het hoofd, paardje hoog. En dan voor en naar achter. Voor en naar achter. Stap open. Linker voor. Ja. Die. Ja. Voor, naar achter. Duimpje omhoog. Alle selfies. Is dat goed? Ja, dan pak ik even mijn high five. Je hebt zo terug van je hand. Dat nu ik even niet zo. Je moet zo in je mondje. Ik ook één keer, goed? Ja. Het heeft ermee te maken dat je een insensysteem krijgt. Ja. Als die het 6 keer achter elkaar goed doet,
Ja? Dus eigenlijk de theorie dat hij er dan is. Oké, okay. Aha. Dus, ja, dus echt altijd stoppen als het misgaat. Ja, aha. Dat is altijd even lastig, maar dat doornieuwen heeft wel helemaal gezien. Ja, super. Dus, dat zou mij nog fijn gezien van de tijd die we hebben. Ja. Waar komen we op? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 7. En ik ben een cowboy. Met de lasso in mijn hand. Zeg ik een tomboy. Iedereen aan de kant, ik ben een cowboy. Ik ben een geweldig. Vond je dat eigenlijk niks? Zou ik de muziek daarvoor aanzetten? Dat maakt het makkelijker. Zo, nu? Hoe ging dat, jongen? Goed. Dat ging goed, hè? En fijn dat Claudia het nog eens even met jou alleen het oefenen. Nu weten we ook een beetje de pasjes en de maat. Mm-hmm. En het is een klein beetje aangepast voor Luan, want Luan moet natuurlijk ook Luan moet ook natuurlijk nog zingen. Ja, hij playback natuurlijk in de clip, maar dan wordt het één heel mooi geheel, hè? Ja. En dan hebben we volgende week nog twee keer een oefen gebeuren. Luxie wil erbij, jongens. Kom er maar bij, schatje. En dan gaan ze nog een keertje gaan we dan met jou oefenen. En dan gaan we ook nog een keer de outfits even doorpassen met de meiden oefenen. Het wordt echt een super, super gaaf dansje, jongen. Nou, Luxie heeft lekker met de bal gespeeld, Luxie. Heb je met de bal gespeeld? Oké. Okay. Ja, met de bal. En Lucilla is nu ook met de bal aan het spelen. Hè, Sil? Ja. En Lucilla die oefent natuurlijk ook het dansje mee. En ja, ze doet gewoon mee waarin zij mee wil doen en kan doen natuurlijk. Dat is wel heel erg leuk voor haar dat ze wel dat kan meeproeven. Maar willen haar niet verplichten ergens toe mee te doen. Maar het dansen zelf vindt ze wel heel erg leuk om gewoon mee te oefenen en te doen. En hoe ver ze straks een dansje erbij gaat dansen en een videoclip erbij gaat meedansen. Sowieso zijn we met z'n allen wel in de videoclip te zien. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Ja, het is een deuntje wat in je hoofd blijft hangen. Kijk, wat ben je aan het doen? Hé, je hebt je haar helemaal wild. Kijk. Wat ben je? Heb je spierballen? Kijk. Heb je gesport voor spierballen? Oeh. Schatje. Nou, wij ruimen hier de boel weer op en we gaan de auto in. Weer op naar huis. Wij zijn weer lekker thuis en we hebben een heel lief pakketje binnengekregen. Ik weet niet precies wat het is. Dan gaan we nog even bekijken. Kijk, hier. Van een hele lieve mama en papa van kijkers van ons. En er zit ook een hele mooie tekening bij. Deze tekening heeft ze voor jullie gemaakt. Met ons allemaal daaronder. Zie je dat? De hele familie. En zelfs met een leuk fotootje erbij. Lieve familie Bellinga. We kijken al een paar jaar met heel veel plezier naar jullie gezellige vlogs. En heel veel liefst een dikke knuffel van Len en Ulfie, als ik het goed uitspreek. Ik weet niet of ik je naam goed uitspreek. Maar jongens, wat ontzettend lief. Dit is van een lieve mama en papa, die er dus samen hebben opgezet. Ze hebben iets aan ons gegeven wat van hout is. Wat is dat, Luxie? Mam, die kun je eruit halen. Oeh, oh wat grappig. Dit is dus een houten klok. Dan kan je leren klok kijken. Zien jullie dat? Dan hebben we hier nog een doos. Laten we eens even openmaken. Super lief. Wat zou dit zijn? Tarten. Nee. Hoe heet het ook alweer? Dit is een shoebak. Oh ja, shoebak. Een kindershoebak. Oh, ik vind het altijd zo cute. Kijk. Zo schattig. Met een mooie zak erbij. Wij kunnen een zak die zak. Kijk, hier zitten de schuifjes door. Kijk hier. Super schattig. Hier kan je ze dus doorheen schuiven. Mag ik iets doen? Ja. Luxie, die mag het eerste potje doen. We weten niet of Luxie het begrijpt. Maar Luxie, je mag deze steentjes. Deze. Kan je zo schuiven. Lucilla doet het even voor. Luxie, kijk maar naar Lucilla. Zie je dat? Dat is niet verder. Nee, kijk, harder. Doe maar harder. Luxie die heeft wat anders gevonden. Eén punt. Oké. Lucilla gaat er vandoor. Ja, goed zo. Nog harder. Nog harder. Ja. Goed zo. Hey, schuif ze erin, Sil. Bijna. Bijna. Waf waf van Luxie. Dat is waf waf. Ik ben een teller. Jij gaat tellen. Oké. Moet ze met je ketsen tegen elkaar, Sil. Kijk, want je hebt er nou heel veel voor liggen. Of zitten er nog niet helemaal in?
Ja, ik ben nu, hè. Ga je kijken? Twee aanmoedigen. Ja, Luxie heeft hele verhalen. Ja, bingo. 1. Ja. Ja, 2. Wat? 8. Ga lekker. Oh, ik sta echt voor. Oeh, hier. Nee, ik... 2, 4. Volgens mij valt het spel wel in de smaak. Wat zeg je dan? Dankjewel. Oh. Ja. Let me love you. Let me love you. Waar gaat dit liedje over? Dat je nooit moet opgeven. Dat het door moet gaan. Ja, dat is wel goed. En dat je... Let me love you. Laat me van je houden. Let me love you. Zing ze in het Engels. Dat is Engels, ja. Met mooie mama's haren. Let you give up. No, no, no. Let me love you. Knuffelkontje. Dit is een knuffelkontje. Oh, knuffeltje. Ga mama weer verder met koken. Nee. Nee? Nee, ze is nog steeds 2. Ze zegt nog steeds nee. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja, ik moet even naar de pan. Ik moet even naar de pan. Ik moet even naar de pan. Oh, hier neer. Oh, Luxe. Kijk eens, ze kookt. Dan kunnen we de spaghetti in doen. Oh ja, Luxie is ook het eind van de dag een beetje moe. Helemaal als ze bij het kinderdagverblijf is geweest. Dat zijn natuurlijk nog wel wat andere kindjes. Ze heeft met heel veel kinderen gespeeld. Oh, Luxie. Nee, is het kaarsje op? Och, jongen, Luxie is mooi. Oh, Luxie, Luxie. Oh, lekker hele hoerlijke spaghetti's op. Spaghetti's op maken. Dat is wel favoriet. Dat is lekker. Wow. Dat is ons favoriet. Wat is lekker? Trekken erbij. Papa? Papa wel, hè? Ja, papa heeft ons trekken erbij. Dat is favoriet. Ja. Luxie ook. Luxie ook. Ja, die kan naar de prullenbak. Oeh. Mama, blazen, Luxie? Ja. Nog 3 minuten. Ja? Ja. Ja, die kan je eten. Kijk eens, dat kan ze helemaal zelf. 5 minuten. Moet mama je even helpen, liefie? Kijk, weet je wat we dan het beste kunnen doen? Als ze dan zo draaien. Allee. Maak hem een rolletje. Ja, op de lepel. Inderdaad. En dan zo. Op. Mama. Ja, zag je dat? Wil je eraf, hè? Ja, zoals Lucilla, ja. Dan heb je een rolletje en dan kan je hem zo lekker opsnoepen. Heerlijk. Ik doe het gewoon lekker. Zo. Heerlijk. Zo doe ik. Heerlijk. Ja, dat kan ook. En dan kijk, zo. Lucy doet het zo. Luxie. Dat is lekker. Op haar eigen manier gaat het wel naar binnen. Wij gaan hier lekker de spaghetti soep verder opsmikkelen. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Klik hier onder op het belletje. En dan zie je graag morgen weer een nieuwe vlog. Doei. Goedemorgen. Doei. Doei. Zeg Luxie. Voeg je hartsbom bom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst bom bom